Ik bracht de jaarwisseling door met drie oude bekenden. Ze kwamen al vroeg in de avond langs en vroegen meteen of de gordijnen dicht konden. En ze durfden de mensen niet onder de ogen te komen. Wim was kok en ging zwijgend rond met de oliebollen. Gerhard mopperde de hele avond somber voor zich uit. Zijn haar zo zwart als vroeger, maar dat hij het verft hoor je mij niet zeggen. Jacques was wat schrikachtig, alsof justitie hem op de hielen zat. We hadden ons zo op deze jaarwisseling verheugd, zei Wim, terwijl hij verstrooid poedersuiker in zijn koffie strooide. 10 jaar euro, wat een feest had dat moeten worden. Ja, zuchtte Jacques, het schaamrood op de kaken. Hun stemming stond in schril contrast met 10 jaar geleden, toen ze nog premier, kanselier en president waren. Waarom wilden jullie uitgerekend bij mij langskomen? Vroeg ik. Omdat jij blij was met de euro, bromde Gerhard. Ik was blij dat ik van dat domme geldwisselen aan de grens af was, gaf ik toe. Maar ik stond ook te juichen toen Adriaanse trainer van FC Twente werd. Het was een inschattingsfout. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit voor een mager mandje boodschappen 45 gulden heb betaald. Maar 20 euro is niks tegenwoordig. Wim schudde zijn hoofd. Je moet niet meer omrekenen, zei hij zacht. 5 gulden voor een flesje frisdrank op het station, ging ik verder. 8 gulden voor een broodje braadworst op de kermis. Ze bogen beschaamd het hoofd. Het tegenovergestelde van hun grafstemming zou ik 2 dagen later beleven op de regionale nieuwjaarsrecepties. De burgemeester van Zwolle voorspelt dat zijn stad dit jaar een historische sprong voorwaarts maakt. En die van Dalfsen dat 2012 een prachtig jaar wordt. Onze eigen Ali Chemicalis die ontgaat dat Europa om ons heen instort. Zelfs Ommen, het Griekenland onder de gemeente, ruikt rozengeur. De klok sloeg 12. Ik ging naar buiten om naar het vuurwerk te kijken. Zij bleven liever binnen. Zullen we een spel doen? Stelde Wim voor toen ik terugkwam in de kamer. Uit zijn tas haalde hij een oude Monopoly-doos. Met oud geld. Gerhard liet verlekkerd een briefje van 1000 tussen zijn vingers knisperen. Die oude valuta hadden toch wel ballen, zei hij. Sterker, zei Wim. Zo noemden we de gulden zelfs. Voor het eerst die avond lachten ze, alle drie. Terwijl de euro gewoon kloten is, grapte ik mee. En uit was de pret weer.